Welkom bij de toelichting over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het knooppunt vierarmen, kortweg GRUP. De publieke raadpleging over de startnota loopt van 16 november 2021 tot 14 januari 2022. In deze presentatie leggen we uit wat de doelstelling is van het plan, welke alternatieven ervoor liggen, de aanpak van het milieueffectenonderzoek en hoe u kan reageren. Tijdens de publieke raadpleging. De Vlaamse regering keurde op 24 oktober 2021 de startnota goed van het Grup voor het Knooppunt Vierarmen. Het Knooppunt Vierarmen is de kruising tussen R0, Tervurenlaan, dat is de N3, en enkele meer lokale straten. Het plangebied van het Grup zal zich enkel op Vlaams grondgebied bevinden. Een klein deel van het knooppunt is echter gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Over dat deel zal het grup geen uitspraken doen. Wel zullen gesprekken gevoerd worden met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de optimalisatie van het knooppunt op hun grondgebied. Het Virarme knooppunt staat reeds lang bekend voor de grote fileopbouw die er plaatsvindt tijdens de spitsuren. Een van de oorzaken voor deze structurele files is de complexiteit van het knooppunt. Er zijn heel veel straten die aansluiten. Al deze aansluitingen hebben een korte tussenafstand, waardoor het verkeer komt vast te zitten in de korte wegvakken ertussenin. Dat probleem wordt verder versterkt doordat de Tervurenlaan richting Brussel opgesplitst is in een noordelijke en een zuidelijke as. De ruimte voor voetgangers en fietsers is beperkt. En de oversteeksituatie is niet eenvoudig. Het knooppunt is uitgestrekt en vormt een barrière. Op veel plaatsen zijn momenteel geen of niet conforme fietspaden aanwezig. Ook de ligging van het knooppunt in het zonniewout vormt een uitdaging. De uitgebreide weginfrastructuur belemmert de ecologische samenhang en de groenstructuur is erg versnipperd. Het groep. Wordt opgemaakt om de doelstellingen en toekomstvisie te realiseren. Deze plandoelstellingen zullen we zo meteen toelichten. De visie bouwt verder op het projectboek dat in 2019 werd opgemaakt voor heel het gebied van Ernul-Oost. Alle mogelijke oplossingen moeten voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. Daarvoor worden de spelregels vastgelegd voor alle toekomstige vergunningsaanvragen. Een belangrijk onderdeel van het planproces van het GRUP is het onderzoek van de mogelijke milieueffecten. Alle mogelijke oplossingen en alternatieven worden daarbij onderzocht. Tijdens de publieke raadpleging kan iedereen reageren op de startnota. De startnota bevat de aanduiding van het voorlopige plangebied. En de plandoelstellingen, die vertaald zijn in verschillende weerhouden alternatieven. De scoping beschrijft de aanpak van het onderzoek naar milieueffecten. Ook werd een vooronderzoek gedaan om eventuele cumulatieve milieueffecten en netwerkeffecten te kennen. De procesnota wordt in de loop van het planproces regelmatig geactualiseerd. Zoals gezegd, Ligt het knooppunt Vierarmen voor een klein gedeelte op het grondgebied van het Brusselshoofdstedelijk gewest? Het GRUP gaat enkel over het gedeelte op Vlaams grondgebied. Het voorlopige plangebied van het GRUP ligt op het grondgebied van de gemeenten Tervuren en Kraijnem. Het GRUP wordt opgemaakt in uitvoering van het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau. De startnota vertrekt van één hoofdplandoelstelling. Die verder wordt verfijnd in twee subplandoelstellingen. Een belangrijk uitgangspunt om een duurzame mobiliteit te verkrijgen is het optimaliseren van de bestaande infrastructuur in plaats van een nieuwe open ruimte aan te snijden voor nieuwe wegen en knooppunten. De verkeersleefbaarheid en doorstroming op de infrastructuur zullen door de optimalisatie van het knooppunt verbeteren. Een eerste subplandoelstelling is het verbeteren van de mobiliteitsnetwerken. We verbeteren de multimodale bereikbaarheid van de omgeving door de netwerken uit te bouwen. Concreet gaat het om het verbeteren van wegen en verbindingen voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto- en vrachtverkeer. Op het knooppunt Vierarmen wordt ruimte gemaakt voor een kwalitatieve fietsnelweg. En een veilige en vlotte Noord-Zuid fietsverbinding als deel van het ringfietspad. Ook streven we naar een betere samenhang tussen de recreatieve paden voor wandelaars, fietsers en ruiters. Over het knooppunt Vierarmen passeren verschillende lijnbussen en een tramspoor. Een vlotte passage en een veilige doorgang staan voorop. Om filevorming en ongevallen te vermijden is het belangrijk om de vele aansluitingen veiliger en vlotter te laten verlopen. Bij de optimalisatie van het knooppunt wordt ook ingezet op het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit. Het gaat niet enkel om de bebouwde ruimte leefbaarder te maken, maar ook de groenblauwe ecologische verbindingen te versterken en de open ruimte te vrijwaren. Voor een verbeterde leefomgevingskwaliteit in de woonwijken is het belangrijk om het sluipverkeer te verminderen. Dit kan onder andere door de aansluitingen op het knooppunt Vierarmen vlot en veilig te laten verlopen. Hoe beter de doorstroming op het kruispunt, hoe minder sluipverkeer er zal zijn in de omgeving. Natuurgebieden moeten een sterkere samenhang krijgen. Vandaag zijn er wel wat onderbrekingen en barrières. Het knooppunt wordt compacter gemaakt, waardoor alle overbodige verhardingen plaats kunnen maken voor groenzones daardoor ontstaat er meer samenhang in het bos. Het knooppunt Furarmen is aan een zeer waardevol natuurgebied gelegen, namelijk het Zoniewoud. Bij de optimalisatie van het knooppunt wordt telkens gezorgd dat het ruimtebeslag beperkt blijft, ook voor de tijdelijke werfzones. De mogelijkheid om van de natuur te genieten draagt bij tot onze leefomgevingskwaliteit, dus ook in het Zoniewoud. Daarom wordt bij het knooppunt Vierarmen ingezet op het verbeteren van paden voor voetgangers, fietsers en ruiters. Uit respect voor de waardevolle omgeving wordt sterk ingezet op de inpassing van de infrastructuren in het landschap. Daarbij wordt rekening gehouden met het relief, de typische beplanting, het erfgoed en de belevingswaarde. Voor het knooppunt Vierarmen zijn de mogelijke oplossingen opgedeeld in een noordelijk deel en in een zuidelijk deel. De alternatieven voor het noordelijke en het zuidelijke deel kunnen allemaal met elkaar gecombineerd worden. Voor Vierarmen Noord zijn drie alternatieve oplossingen weerhouden. Het eerste alternatief bestaat uit een langgerekte Ovonde. Om sluipverkeer op de Baron-de-Wartlaan tegen te gaan, wordt het inrijden komende vanuit het zuiden van de Brusselse Steenweg ontmoedigd. Verkeer dat de Baron-de-Wartlaan wil inrijden, moet wat verder doorrijden en keren ter hoogte van de Mechelse Steenweg. Dit is een oplossing zonder licht geregelde kruispunten. Voor fietsers en voetgangers is er wel een rechtstreekse doorstreek van de Baron-Duartlaan naar de fietsverbinding tuss tussen de Mechelse Steenweg en het Vierarmenkruispunt. Het is een compact knooppunt. Het tweede alternatief voorziet twee licht geregelde kruispunten, waarbij ook het rechtstreeks inrijden van de Baron-Duartlaan vanuit het zuiden mogelijk is en geregeld kan worden via verkeerslichten. Het enige verschil met de bestaande toestand zijn de verkeerslichten ter hoogte van de Mechelse Steenweg. Het is ook een compact knooppunt. Bij het alternatief één kruispunt en één rotonde gebeurt de aansluiting op de Baron-Duartlaan door middel van een rotonde. Inrijden vanuit het zuiden is mogelijk zonder omrijden of extra wachttijd aan verkeerslichten. Ter hoogte van de aansluiting op de Mechelse Steenweg is een lichte geregeld kruispunt voorzien. Net als de vorige alternatieven. Is ook dit een compact knooppunt, hoewel de rotonde iets meer ruimte inneemt? Voor Virarme Zuid zijn vier alternatieve oplossingen weerhouden. Bij het alternatief Tervuurlaan Noord worden de twee assen van de Tervuurlaan samengevoegd en recht tegenover de Tervuurlaan aan de andere kant van het kruispunt geplaatst. Hierdoor kan de lichte regeling beter worden afgesteld. Ook wordt een deel van het Zoniowoud opnieuw verbonden met de rest van het bos ten zuiden van het knooppunt. De verharding van de afgeschafte weg wordt weggehaald en gedeeltelijk behouden als fietspad. Het bestaande fietspad doorheen het bos kan daardoor verwijderd worden. Er wordt grotendeels binnen het bestaande wegtracé gebleven, met de uitzondering van de ruimte nodig voor het opstelstroken aan het kruispunt. Een nieuwe fiets- en voetgangersbrug zorgt voor een veilige een vlotte oversteek voor de zachte weggebruikers. Ook in het alternatief Tervuurlaan Zuid kan de lichtregeling beter worden afgesteld doordat de twee assen van het Tervuurlaan samengevoegd worden en recht tegenover de Tervuurlaan aan de andere kant van het kruispunt geplaatst. Door deze wegen samen te nemen kan een deel van het soniewoud tussen Tervuurlaan en Baron Duartlaan opnieuw worden samengevoegd. De verharding van de afgeschafte weg wordt weggehaald en gedeeltelijk behouden als fietspad. Bestaande fietspad doorheen het bos kan daardoor verwijderd worden. Ook hier wordt grotendeels binnen het bestaande wegtracé gebleven en wordt een fiets- en voetgangersbrug voorzien. In het alternatief ter Vuurlaan-Bundel gaan we nog iets verder dan bij de vorige twee alternatieven. Niet enkel de wegen voor auto's worden verplaatst en samengebundeld, maar ook de fietsnelweg verschuift naar het noorden. Hierdoor kan een deel van het zoniënwoud opnieuw worden verbonden met de rest van het bos ten zuiden van het knooppunt, omdat de bestaande weg en fietspad volledig verdwijnen. In het alternatief bundel moeten fietsers en voetgangers voor de oversteek via de fiets- en voetgangersbrug meer hoogteverschil overwinnen opwille van het bestaande relief. Het alternatief ter vuurlaan 2x2 gebundeld is gelijkaardig aan het alternatief ter vuurlaan noord. Vooral voor wat het betreft de aansluiting van het kruispunt zelf. Het verschil met alternatief Ter Vuurlaan Noord is dat er twee keer 2 rijstroken zijn van en naar Brussel in plaats van twee keer 1 rijstrook. Dit heeft een groter bijkomend ruimtegebruik tot gevolg, mede door de inpassing van de fietssnelweg naast de rijweg. Westwaarts van het knooppunt wordt een korte doorsteek door het bos gemaakt om aan te takken op de oorspronkelijke wegen vanuit Brussel. Het onderzoek naar milieueffecten gebeurt op planniveau. In de milieubeoordeling worden de effecten bekeken die veroorzaakt worden door de realisatie van de bestemmingen. Waar nodig worden milderende maatregelen voorgesteld. Het planmer wordt opgemaakt door erkende deskundigen. De startnota bevat een voorstel van de verschillende milieueffecten die onderzocht moeten worden en van de te volgen onderzoeksmethodiek. In de scopingnota worden de alternatieven en de onderzoeksmethodiek vastgelegd. In de daaropvolgende fases zal het onderzoek naar milieueffecten uitgevoerd en afgerond worden. Hier zie je een overzicht van de effecten die onderzocht moeten worden. Het gaat om tien onderzoeksdomeinen. Tot slot lichten we nog even het procesverloop toe en hoe u kan reageren op de startnota. En procesnota tijdens de publieke raadpleging. Deze loopt van 16 november 2021 tot en met 14 januari 2022. Er wordt ook advies gevraagd aan de verschillende bestuurlijke actoren. Tijdens deze periode ligt de startnota ter inzage en kan iedereen schriftelijk reageren. Na de publieke raadpleging worden de adviezen en opmerkingen en bezwaren Gebundeld en verwerkt door het planteam. De volgende stap is de opmaak van de scopingnota. Daarin wordt beschreven welke alternatieven onderzocht zullen worden en hoe het effectenonderzoek zal aangepakt worden. Nadien start de opmaak van het voorontwerpgroep. Na de publieke raadpleging is de volgende fase waarin de burger kan reageren het openbaar onderzoek over het ontwerp. Grup. Waar kan u de documenten nu inkijken? Wel, alle documenten staan op de website van het Departement Omgeving en van Werken Aan ring. Je kan de documenten ook fysiek inkijken bij de gemeente en bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid in Brussel. Dat kan enkel op afspraak. Wie inhoudelijke vragen heeft, kan contact opnemen met het Departement Omgeving. Via mail of telefoon. We voorzien ook een aantal infomomenten. Een inspraakreactie moet schriftelijk ingediend worden. Dat kan op een van volgende manieren: via het digitaal invulformulier op de website van de Vlaamse overheid, door een brief te sturen naar Departement Omgeving, of door een brief af te geven tegen ontvangstbewijs bij de gemeente. We hopen dat deze toelichting u helpt bij het doornemen van de documenten en, indien u dat wenst, bij het formuleren van een inspraakreactie. Mocht u verder nog vragen hebben, kan u die stellen via telefoon of mail.